Bewoners van de schepen in de Riedijkshaven en de Binnenkalkhaven willen zekerheid. Ieder moment dat zij daar nog liggen, kunnen ze worden weggestuurd. In 2016 is er door de gemeenteraad nog een motie aangenomen om de ligplaats voor deze Dordtenaren te bewerkstelligen. Sindsdien hebben ze niks meer gehoord. Om toch schot in de zaak te houden, hebben de bewoners maandagmiddag een petitie met 600 handtekeningen overhandigd aan de gemeenteraad. Een petitie waarmee we hopen te bereiken dat de raad ziet dat wij graag gewoon een vaste ligplaats zouden willen krijgen in de Kalkhaven. En dat er genoeg draagvlak voor is vanuit de samenleving eigenlijk. Want wat is de situatie nu? Nu hebben we geen ligplaats, we worden gedoogd. Dus in principe kunnen we weggestuurd worden wanneer... wanneer de gemeente dat nodig acht. Volgens het havenplan, de beleidsvisie Dordtse Binnenhaven, geloof ik dat het officieel heet, zijn we al niet eens genoemd in de inventarisatie. Dat vonden wij heel jammer, want ook al ben je het er niet mee eens, in de inventarisatie zou je toch wel terecht moeten komen, want dan kan een gemeenteraad het erover gaan hebben of ze het wel of niet willen laten doorgaan, of ze het gedoog willen legaliseren of misschien weg willen hebben, maar we staan al niet eens in de inventarisatie, dus is het heel moeilijk om het daarover te hebben. En we wilden al lang een gesprek aangaan met de gemeente van wat is nou precies het probleem, en als er een probleem is kunnen we dat misschien oplossen, we willen betalen, we willen overleggen met de beroepsvaart, als dat het probleem is, zeg het maar. Maar ja, dat gesprek krijgen we maar niet van de grond. Dus dat willen wij heel graag, want we willen graag blijven liggen en daar is over te praten. Ja, het wordt natuurlijk besproken in de raad, er zal dan ook een amendement ingediend worden, toch? Ja, we hopen dat er een amendement wordt ingediend. Er is een amendement in de maak om het in het nieuwe beleid in te voeren. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Resnoven, maar ook hier in de Riedijkshaven. Voor de Vertrouwen en de Friedrich Vos, waar hetzelfde voor geldt, dat die al jarenlang gedoogd worden. En ja, we willen graag blijven in Dordrecht. Die petitie die gaat naar de Griffie en die wordt dus, is in wezen aangeboden aan... de commissie fysiek. En de commissie fysiek is een onderdeel van de gemeenteraad. Ja. Oké. Dus hij is aangeboden aan de gemeenteraad nu. Ja. En die gaat inventariseren, kijken wat ze ermee gaan doen. Dus is goed. Het moet ongetwijfeld, er moet altijd antwoord komen, er moet altijd een vervolg op komen.